Ludo vertrekt volgende week met zijn fiets richting Nieuw-Zeeland. Tijdens een 4 jaar lange tocht wil hij een erg belangrijke boodschap verspreiden. Een handicap is geen belemmering. Ik ben 50 jaar. 28 jaar geleden heb ik een motorongeval gehad. Ik kwam uit een zijstraat gereden. Ik werd aangereden door een auto. Die klap was dusdanig dat het als gevolg had dat ze mijn been hebben geamputeerd en nu heb ik een prothese. Ja, dit is mijn prothese dan. Het is eigenlijk een heel mooi, vrij, eenvoudig systeem. Knopje drukken en je bent verlost van je prothese. Het moeilijkste voor mij was het gaan zwemmen met vrienden door het feit je moet je prothese uitdoen. En prothese uitdoen, dat is meer als naakt zijn. Het is niet omdat je een handicap hebt dat je geen dromen meer kunt hebben. En die droom ga ik nu werkelijk maken. Ik ga nu 2 april vertrekken met de fiets van Hechtel naar Nieuw-Zeeland. Duitsland, Oostenrijk, Italië, Griekenland, Turkije, Iran. Ja, ik ga hier dan in China, Laos, Vietnam, Cambodja de projecten van Handicap International bezoeken om te leren hoe zij omgaan met een handicap, maar ook tevens om hen hoop te geven dat je je dromen, ondanks dat je een handicap hebt of een belemmering, nog kan waarmaken. Dan door fietsen naar Maleisië, Singapore, Sumatra, verder door naar Australië en dan naar Nieuw-Zeeland. Zelf schat ik het in op een 50.000, 60.000 kilometer. Je verlaat je thuisland, je gaat 4 jaar fietsen. Je moet toch zien dat hier alles in orde is, maar ook dat je de nodige materialen, visums, voor je tocht te kunnen aanvatten. De reis gaat me echt als mens veranderen door het feit ik ga dichter naar mezelf toe groeien. Ik ga andere culturen leren kennen, andere mensen ontmoeten. En dat is een verrijking voor een mens. Het is eindelijk zover. Ik kan eindelijk mijn droom gaan waarmaken en mijn gedachten goed uitbrengen. Zijnde van dat je met een handicap toch nog je dromen kan vervullen en achterna streven. Dus ik ben een gelukkig man. Een belemmering hoeft geen handicap te zijn.